We hebben drie speerpunten. D66 kiest voor een sterk Heemskerk, sterk in de Eimond. Samen met buurgemeenten is voor ons niet iets vrijblijvends. Die samenwerking is ontzettend belangrijk om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren. We kunnen niet aan de zijlijn blijven staan. Dus sterk in de Eimond is echt een van onze speerpunten. Verder kiezen wij voor een sterk ondernemersklimaat. Heemskerk kent weinig leegstand. En dan heb ik het zowel over de bedrijfterreinen als over het centrum. En om onze bedrijven trainen en het centrum vitaal te houden, moeten we inzetten op een sterk ondernemersklimaat. We zetten in op duurzaamheid. Heemskerk moet vergroenen en verduurzamen. Ik zie daar echt een taak voor de gemeente als het gaat om het ondersteunen bij het aanschaffen van zonnepanelen, energieopslag. Je kan van alles bedenken. En ik denk dat we uiteindelijk ook helemaal toe moeten naar aardgasloos bouwen. Dus inzetten op verduurzaming. En ook deze 60 Heemskerk gaat inzetten op een open en transparant bestuur. Wij zijn de enige partij die twee keer per maand in de openbaarheid vergadert. Dat doen we hier in de hal van het gemeentehuis, aan de grote tafel. Contact met de burger vinden wij heel erg belangrijk. U kunt altijd aanschuiven en vragen stellen over de politiek of zeggen wat u er heel slecht aan vindt. Dan gaan we met u in een discussie. Dus ik zeg: schuif aan. Kom naar ons toe. Ga stemmen op 21 maart. De gemeentepolitiek is heel erg belangrijk voor uw dagelijks leven. Het gaat om de inrichting van de buitenruimte, het gaat om het onderhoud van de straten. Maar ook over het sociaal domein en dan bijvoorbeeld de thuiszorg. Dus als u mee wilt praten, mee wilt denken en invloed wil hebben op die gemeentelijke politiek, stem op 21 maart, stem D66.